Oké, okay, ik moet die andere uitkiezen, joh. Ja, ik had het wel niet meer gespeeld. Ik ben zoals in blauw. Nog hekken. Oh, ik heb het de kruising. What the fuck doe je? Ik zit helemaal daar, hé. Rondje! Oh ja, ik doe vierkantje. Ik raak alleen maar de linker kruising. Ik kan alleen maar misschieten. Of ik raak niet. Ik ben hier zo slecht in. Nou, duidelijk, ik heb gewonnen. We moeten nog even meer oefenen, gast. Nee, het is goed genoeg. Klootzak, ik had er nog helemaal niks van. Welkom, daarom is het ook met mij. Ik ben goed. Ik heb ook een kopje gewonnen. Joeri Mulder. Dag Joeri. Dag Evert. Ik ben bang dat de wedstrijd... Nee. Oh, wacht. Nee, deze was het. Goed zo. Het zet van vandaag meer op een waterbelet zal gaan lijken. Daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben. Hier en daar beginnen al plassen op het veld te staan. Oh, dit schudt hier wel meteen. En hier zien we het beginopstelling van FC Barcelona. Er is dit keer gekozen voor een 4-3-3 systeem met een spits en twee vleugelaanvallers. Dat betekent dat eigenlijk wel. Ik ben aanvallend voetbal. Ik ben benieuwd of de buitenspelers erin slagen om hun man voorbij te komen. Goed. Met deze formatie stap de uitkomst. Mooi gedaan. Jammer hoor dat hij het hoofd niet cool weet te houden. Ja, ik doe wel. Kijk dan, kijk deze overtreding. Ja, maar het is wel een terechte kaart, denk ik. Ik wou het ook doen. Slecht aangenomen en balverlies. Barcelona gaat vandaag voor 3 punten en alles wijst erop dat ze die ook in de wacht gaan slepen. Nee. Kom jij vanuit? Ik hoor alleen de scheidsrechter geeft een vrije trap. Deze speler kan zijn eigen geen overtredingen meer permitteren, Joeri. Absoluut niet, hij heeft een krediet verspeeld. Oh, moet jij hem nemen, ja. Boom. Ja, natuurlijk! Ja, wel een beetje aardig. Uitstekend gedaan van de keeper. We krijgen een hoekschop voor Barcelona. Ik kan voor het doel geven, ja? De corner wordt kort genomen. Hij krijgt steun van een aantal medespelers. De bal vol. Hij schot met links, hij is rechts. Ja, die laat even zien over een goede trap te beschikken. Wat mogen we vandaag verwachten van Lionel Messi? Nou, drie wedstrijden, vier doelpunten. Hij maakt een fantastische serie door. En dat zou me niet verbazen als hij er vandaag ook weer een of twee of meer inschiet. Over de achterlijn, dat wordt een hoekschop. De supporters die hopen op een wonder. Ja, de vraag is, kan Hupp hier een tik uitdelen? Zo,
Weg is recht, denkt de doelman. Hij schiet. Wel voor, zoals in zijn lichaam voor de bal draaide. Nee, zo! De keeper had hem weg naar het andere doel. Heel merkwaardig. Oh, dat kan een dure fout worden. Hey, blijf hem af. Boer. Kijk! De scheids zegt er vast de voordeelregel toe. Ja, goed gezien van de scheids. De bal wordt veroverd doordat de groep... Ga ook even overpassen, zo. Luis Suarez. Oh, prachtig kans. Ja. Oh, nee, we zien het! Ja! Oh, blikstrijver van mij. Je weet zelf. En de aanvoerder van de ploeg laat zien hoe het moet. Geweldige goal. Het zal niemand verbazen dat Barcelona aan de leiding gaat. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Jordi Alba doet die paas. Nee, ik heb de bal. Dembele. Die voorzet is bestemd voor Vidal bij de tweede paal. En die bal is opgeruimd. Als ze niet te lang wachten, kunnen ze genadeloos toeslaan in de omschakeling. Als de bal snel rondgaat, kunnen ze deze counter uitspelen. Nou, dat is het ook. Echt een klootzak. Eerste rode kaart. Gele kaart gegeven aan Piqué. Die slijding was niet volgens de regels. Hij probeert de tegenstander van de bal te geleiden met een slijding, maar hij maakt daar wel een overtreding bij. Hij heeft niet eens fucking de bal. Lange bal in de 16. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. Ja, inderdaad. Weg is weg, maar ik denk dat die bal zo weer terug is. Ja, daar liggen countermogelijkheden. Ivan Rakitic. Ja! Dit is de treu van je welste voor de tegenstander. Zullen we iemand die jaar op de aansluiting treffen? Man, dat moet weer ruimte weggeven. Oké, kijker. Oh, kut. Sorry. Sorry, maar dit moet ik... Oh, je lama. Benut de ruimte nou aan de zijkant, zou ik zeggen. Ze zijn geduldig op zoek naar de vrije man. Voor zo'n dingen moet je toch om de bon hoor, dit hoort niet. En de scheidsrechter haalt het geel tevoorschijn voor Sergio. Hij gleed naar de bal, maar raakte de speler. Joh, dan kippen we. De kijkers vinden het leuk om te zien. Ze kiezen voor de lange variant. Die bal lijkt wel de juiste lengte te hebben, maar de tegenstander weet hem toch weg te werken. Joran, je staat buiten spel. Dembele. Die paas wordt doorzien. Dat gaat niet lukken van die afstand. Get the ball! Rakitic. Scheids heeft geen voordeel. Klassieke buitenspelval. Ik deed niks. Ja, voor mij had hij hem op zak mogen. Kan je voor buitenspel geel krijgen? Prima, onderschepping daar.
Hij is geblesseerd. Bal dicht bij de aansluitingstreffer. Op de paal. Zware dicht bij het doelpunt daarnet. Maar ja, het aluminium wilde niet meewerken. Ik wist dat de keeper dat zou doen. Want dat doet de keeper automatisch. Die bal wordt onderschept. En de bal gaat zo over de lijn. Maar je kan toch zo'n schaar doen? Hoe doe je dat? Weet ik niet. Veel te onbesuisd. Dat wordt een gele kaart, denk ik. Dan moet je van. De scheidsrechter trekt een gele kaart. Wat een blinde sliding. Hij neemt de speler mee. De scheidsrechter had geen keuze hier. Lekker onder. Maar als zo'n beeld is, vind ik het nooit leuker. Dan maakt het alleen maar niet. Daar zit de tegenstander tussen. Wat een bal. Over de lijn, Nivooi. Weer een overtreding van hem. Ik ben benieuwd. Ja. Overtreding is gescheiden. Ja, jij bent echt heel slim. Oh, voor degene. Doe het rood. Ik ben rood. En Joran is blauw. Hij doet het. Lekker bezig. Je hebt ook nog eens bijna gescoord. Zou zo nuttig zijn. Ja, het hele team dacht dat hij erin zou gaan, maar helaas. What the fuck heb je gay? Dat weet ik ook niet. Heel gay. Heel gay, net zoals Piqué. It's a hard night. Joran is rood. Oh, dit is verschrikkelijk, een eigen doelpunt. Dit denkt Sam. Een klootzak ben je. Gerard Piqué. Dembele! Hens! Barcelona mag een hoekschop nemen. Oh, fuck. Hier. Ik zie het liever dat thuis door blijven halen op jacht naar doelpunten. Maar ik vrees dat een grote tijdrek is begonnen, Jury. Ja, het is niet echt leuk om naar te kijken. Maar het resultaat is heilig. En er zijn tegenwoordig enorme belangen bij gevoeld. Gerard Piqué. We gaan rusten met 2-2. Ben benieuwd wat de tweede helft ons zal brengen. We zijn echt goed. We staan te weten. We zijn dus halverwege in het belangrijkste moment van de eerste helft, die rode kaart, Jury. Ja, dat is natuurlijk een stomme actie. Om op zo'n manier een rode kaart te veroorzaken. Die benadeelt natuurlijk enorm. Kijken wat deel 2 van ons in petto heeft.
De bal rolt in de door. Hij werkt hem in zijn eigen bal. Joran, we staan achter. Man, wissel je Messi! Messi heeft al rood. Hij heeft geel! Heel bizar wat hier gebeurt. Dembele. Goed! Oh. De keeper pakt de bal simpel. Je hoorde hem niet of zo. Dan schiet hij. Ik heb ook een fout. Hij laat zich echt niet passeren. Ik ga in één rechte lijn vooruit lopen. Zo, met dit ben je gewoon sneller. Awesome. Ik kan het niet veel. Wie pakt die bal op? Er wordt hoog druk gezet daar op de tegenstander. Die geen andere uitweg ziet dan de bal in het wilde weg te peren. De bal wordt voor het doel veranderd. Die bal weet geen medespeler te maken. Maakt hij gelijk? Over de zijlijn, maar de bal is hem aangeraakt. Hij heeft verzorging nodig, want hij flink bij... What the fuck? Waarom hebben wij geen... Wordt dit wat? Dat is een vrije trap. Van deze afstand zullen ze denk ik nog doel gaan schieten. Ja, maar mijn overtreding werd eerder gemaakt. Ja, Samuel! Ja, voor mij had hij helemaal zak mogen houden hoor. Die slijding was niet voor de regels. Dit was mijn overtreding. Hij had geen keuze hier. Is het bijna ook nog? Nee, wat kwam. Prima afstand om de bal op het doel te schieten. Laten we kijken of hij dat ook wel plan is. Ik ben geil. Daar zit iemand tussen. De keeper kan opvloot ademhalen. Hoekschop. De mogelijkheid om de score te vergroten. De corner wordt diep getrapt. Die bal lijkt goed, maar wordt weggewerkt voor het echt gevaarlijk wordt. Wat gaat hij doen? Dat was niks. Hij krijgt zijn voeten niet goed tegenaan. Ja. De bal wordt kalm rondgespeeld op zoek naar een gaatje in de verdediging. Die overtreding zal wel eens een tweede geel kunnen opleveren. Hij had al een kaart te pakken en krijgt nu een vrije trap tegen. Nou, hij mag wel eens een handje knijpen. Wat mij betreft had dit ook zijn tweede gele kaart kunnen zijn. Ik verwacht dat de bal voor het doel gezet gaat worden. Doelpunt! Wij zijn Arco! Dit is een treun van je wel voor de tegenstander. Ik heb de bal. We moeten nu wel even gaan scoren. Er is veel overpaas. Jordi Alba. Sorry. Dat was egoïstisch. Wow, what the fuck? Wat deed je controle op hem? Ja, en nu afmaken.
Daar raak je als keeper zeker niet van onder de indruk. Jongen, dat was hem even eventjes, hè. En dat in dit niveau. En die wordt weggewerkt. Dit wordt menens. Die gaat hoog over. Sam, we hebben nog maar 16 minuten. Over. En dan? Er komt een vervanger aan. Oh, we moeten wel even scoren. Jordi Alba. We hebben nog net iets meer dan een kwartier aan reguliere speeltijd. Waarom komen jullie niet langs? We gaan wisselen. Nee, we moeten wisselen. We hebben twee keer gewisseld. Goed, maar hij tegen is de bal alweer kwijt. Alba krijgt geen tijd om rustig op te bouwen. Maar jij hebt Messi één Rakitic eruit gehaald, dus... Fucking overtreding schijnt. Coutinho. Weg is weg, denken ze bij het... Kutscheids! Balde zit voor Barcelona met de inworp. Goeie paas weer. Puik een wedstrijdspelletje deze man. De commentator is een goede paas. Hij weet die paas te onderscheppen. Nog 10 minuten te gaan. Als je de bal zo weggeeft, dan verdien je een straftraining. Sammy verdient een straftraining. Oh, nou gaan ze hem onderuit halen. Oh, nou gaan ze spannen. Sam! Ik heb de bal van hem afgepakt. Dus de scheidsrechter geeft een vrije trap. We hebben maar 7 minuten. Schot gelost. VV gaat ruim naast. Samuel Umtiti. Perfect over de flank gepaast. Arturo Vidal. Luis Suarez. Schiet dan! Hij schoot niet! No! Ja, wat heb je gedaan? Je mongel. What the fuck, Joran? Oh, dan kijkt niemand naar onze stream. I'm sure you've heard this all before. Sure you look familiar. Sure the cost can never keep on rising. With no limits in the Nee, Jor, even niet doen. Ik heb wel een team. Bam. Nederland dames tegen Duitsland. Godverdamme. Sorry, Bas. Luna zit op je mobiel. Het mag dan een vriendschappelijke wedstrijd zijn als deze twee rivaal. Tegenover elkaar staan, is het nooit helemaal vriendschappelijk, Juri. Deze zijn twee landen die absoluut aan elkaar willen verliezen. Het schappelijk of niet, ik verwacht dat hij bij Vlaag stevig aan toe zal gaan.
We gaan er eens goed voor zitten, want de Hollandse Leeuwinnen gaan strijden tegen de nationale damesman van Duitsland. Die wordt weggestuurd. Dit is een bijzonder mooi steekballetje. Lena Peterman. Daar is zijn eerste doelpunt. Nee, gewoon door. Dit duel al, en dat is Rob Jury. Lekker toch? We weten in ieder geval dat het geen 0-0 wordt. Ik dacht dat daar zwart been was. Maar nu begint het. En er kijkt iemand mee, hè? Misschien is dat wel klein ding. Een verwoestel schot. Knap hoor. De eerste bal gaat er vandaag in. Overspelen. Ik wil het proberen. Ik wil gewoon. Hoe heet dat? Schaar. Lena Peterman! De bal gaat via de derde. Oh, en dat krijgen we het voor. Dat kan waarschijnlijk gebeuren. Ik denk waarschijnlijk iets van zo. Ik weet niet, heet het zo. Kut, probeer. Ja, zo kun je ook de hoekschop nemen. Een doelpoging uit die corner, maar de bal gaat er niet in. Als we zo doorgaan, zal er op een gegeven moment toch wel ingaan. Wat heb ik gedaan? Bijna een eigen goal gemaakt. Wie weet levert dit een kans op. Schiet! Daar komt er gelijk maken, dat kan haast niet anders. Oh, best wel koud en slecht. Wat een katachtige reflex, hij heeft schitterend op te zien. Ze spelen een korte corner. Ze krijgt wel een teamgenoten. Hey, what the fuck? Dit is met dames. Leonie Maaier. Jenny Normaal, Jan. Leon Peterman. De scheidsrechter legt het spel niet stil, maar geeft voordeel. En dat is vaak goed voor de wedstrijd. Ik zie dat graag even, want het blijft vloeiend dan het spel. En dan krijg je niet steeds het fluit en dat steeds zo'n wedstrijd stopt. Jenny Normaal, Jan. Nee, die voorzet moet niet aan de bal worden geblokt. Met dit soort kansloze voorzetten. Uit! Vandaag Ginny Ver Marosjan aan het werk te zien. Oppassen geblazen voor de verdediging. Deze dame speelt weliswaar als middenvelder, maar scoort elke twee wedstrijden wel een keertje. Leonie Maaier. Aan de zijkant, daar ligt de ruimte. Een goede tackle en de bal is los. De bal wordt voor het doel gebracht. Hier, naar mij. Nee. Terugspeelbal, dat vindt het publiek niet echt leuk. Dat heb ik gekregen. Is het soms vergeten hoe ze moet pasen? Ze moet die bal snel wegtrappen nu. Oh nee! Nee! Is gek. Oh nee. Oh shit. Oh. Nee, de keepster. Nee, keepster! Prima gestopt. Ja! De ruimte is klein. Komt dat schot? Oh, een zonde zeg. Als je zo'n bal krijgt, moet je hem wel raken. Dit stelt niks voor.
keeps het. Rennen dan! Ik weet niet. Rennen dan! Ik ben nog bezig met rennen. Ik kunnen maken. Wacht! Dat zag ik code nog nooit. Nee, ik ga herhaling. Sam! Ik druk het niet op kruisje. Hier. Sam, kappen. Ik doe niks. Ik doe niks. Rob's kruisje. Kappen nou. Ik doe niks. Dat is serieus. Ik doe letterlijk niks. Sam. Ik doe niks. Sam. Kappen. Sam, ik zie hem toch klikken? Sam, hou op met klikken. Even kappen. Die jongen, die heeft er niks aan. What the fuck? Komt ie kieken? Oh, sorry, nog trek. Nee, doen. Dan kon je gewoon klikken hoor. Dat weet ik, maar ik dacht dat hij vast liep. Hoe kan je dat dingetje balkje weer zien? Hier zo. Niet doen zo. Ik doe nu niks. Nu kan ik knoppen klikken. Zal niet doen. Sam. Waar was Sophie? Godver, klik ik hem weg. Ja, hier was het. Nee, het schiet te slow. Stop. Sam, zet hem gewoon op play. Zet hem op play. Hey, we hebben twee kijkers. Man, speel je dit op PC? Nee, Kaden, dat speelt niet op PC. Ik speel niet op PC. Ik speel gewoon op PlayStation. Wat wil je eigenlijk nu doen? Ja, zet hem op play. Oh, sorry joh. Hier? Gewoon normale tijd. Ja, hier. Gewoon normale tijd. Ja. Kijk naar dat vrouwen. What the fuck, wat is dat voor gamesprong? Verlichting, ja dat is een verlichting. Alexandra Pop. De bal rolt vroeg in de door. Jee. Ik heb een mindje. Sherida Spitsen. Ik ken nog, dat joegen die in de halve finale van Schoenbal uit te krakken. Deze heer een van Lutteren. Ze bouwden de aanval geduldig op, maar zijn de bal nu toch kwijt. Zal ik dan even iemand onderuit? Goed gezien. Oh, die bal is scherp. Fraai gedaan daar. Dit is wel een beetje. Jij bent echt slecht, oma. Jij bent echt slecht. Oh, ik ga voornuit. Nee. Jij bent echt slecht. Jori, wat denk jij? Je zou al aan denken. Er zijn gekke dingen gebeurd in de dag. Maar de tegenstand gaat ze al aan de pakken. Als je met die nederlaag veel speelt,
Ze konden alleen op de kiepster af en dan is het vaak een kwestie van rustig uitspelen. Ja, dat kun je nou, echt niet kwalijk nemen. Gewoon prima doen ze. Godverdomme. Waarom kan jij niet? De verdediging geeft heel veel ruimte weg. Ik kan wel iemand onderuit halen. Bal voor het doel. Met overtuiging. Oké. Wat een bang. Ja, ze hebben gescoord! Ja! Oké, top! Er staat 3-0 voor! Jackie! Sherida Spitsen, Janice van der Zand. Vivian de Miedema, die bal heeft. Echt bal! Ik heb fucking net de bal! Ik heb weinig anders dan een kaart geven. Ik denk dat geel zelfs nog vrij mild is. Ja, dat was gewoon een smerige overtreding. Ik had er niet van opgekeken als hij direct rood had gegeven. Kijk niet mee. Waarschijnlijk omdat ik dat zei. Sherida Spitsen. Dat zou wel eens tot een kans kunnen leiden. Jongen, die kan er niet, denk ik. Een schandalige tackle. Roy, ik heb geen twijfel mogelijk. Dat is geen risico door zo in te gaan. Mag wel een sliding maken, maar dan hoort de bal te raken en niet spelen. Sorry. De scheidsrechter laat goed geraakt. Ik wil Fortnite spelen. Ik kan dit gewoon niet. Oké, dit was de livestream, mensen. Het was ruk.